We zijn na een aantal gekke jaren weer hier op de Waalkade, waar Sinterklaas weer aan gaat komen op de boot. We weten dat de burgemeester onderweg is om de vergunning af te geven dat alle pieten over de daken in de stad mogen lopen. Maar zoals je kan zien, er zijn al een heleboel kinderen. Zullen we kijken of er al een stoomboot aankomt? Hij komt, die lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Eindelijk komt Sinterklaas weer aan, hè? Heb jij je nog zenuwachtig gemaakt of de boot er wel zou zijn? Ja. Want die is gezonken, hè? Ik had gezien dat er twee stoomboten waren. Twee stoomboten en jij denkt dat er op de andere nog de pakjes liggen? Ja, denk ik. Wat spannend. Mag jij vanavond de schoen zetten? Ja. Wat hoop je dat erin komt? Weet ik niet, want ik heb zoveel op mijn verlanglijstje staan. Mag je je schoen denk je ook gaan zetten? Ja. En wat hoop je dat erin zit? PlayStation 5. Dat is een groot cadeau. Ja, en heb jij zin in Sinterklaas van dit jaar? Ja. Ja, en ga je ook liedjes zingen? Ja. Welke dan? Sinterklaas kapoentje. Kun je die zingen voor ons? Nee, want dat heb ik nog niet geoefend. Nee? Sinterklaas kapoentje. We zijn er weer, hè? Ja, zeker, hè? Met een mooi weer. En heeft u de vergunning bij zich? Ja, die heb ik bij me, zeker, zeker. Dat gaat goed komen. Ja, mij lag er niet, maar ik heb slecht geslapen, hoor. Want het was wel spannend, hè? Ik vond het ook heel spannend met de boot. Ik dacht, komt hij nog wel aan of zo? Maar ik had al een auto besteld en nog wat extra paarden, maar het is gelukkig niet nodig geweest, wat hè? Wat een geluk. Ja, en hij heeft heel veel pieten bij zich. Oh, kijk, nou, dan ga ik eens even kijken hier. Dan pak ik hem hier op en dan gaan we hem zien. Welkom Pieter! Dank u wel. Goedenavond. Hallo, hallo, hallo. Heb je er zin in Piet? Eigenlijk ja weer. We mogen weer en we zijn zo blij. Ja, gelukkig maar dat de boot er ook is. Ja, gelukkig wel hè, want hij was aan het zinken. Zeker. Oh, we zaten zo in de rat. Ja, zo spannend. Ja, echt waar, dat we wel in Nijmegen aan konden meren. Maar het is gelukt. Oh, gelukkig hoera. Wel. Hoera. Ik ga. En we buiten zijn. En we zingen en we zijn zo blij. Sinterklaas, hoe is het om weer in Nederland te zijn? Het is geweldig, hè? Nou, in Nederland zegt u, maar ik ben hier in Nijmegen, de mooiste en oudste stad van Nederland. Dus geweldig allemaal. Met de stoomboot gelukkig. Is de reis goed gegaan? Helemaal goed gegaan, ja, dank u wel. En ook alles met de pakjes goed gekomen? Het komt allemaal in orde, zoals altijd. Te geven. Leuk! Ja, en heeft hij nog iets gezegd over de pakjes? Nee. Nee? Heb jij ook snoepjes gekregen? Ja! En wat hoop jij dat je in je schoen gaat krijgen? Een Barbie-bol. Een Barbie-bol? Was je bang dat hij niet zou komen? Omdat de boot was gezonken? Ja. Ja, maar hij is er, hè? Ja. En ga je ook zingen voor hem? Ja. En welk liedje? Dat weet ik niet. Stop dat! Ja. Hij is gevallen. Ja, die is gezonken, hè? Ja. Maar nu is hij er gelukkig weer. Ja. En ik heb net als Sinterklaas gevraagd of het goed gekomen is met de pakjes. En wat denk jij? Zijn er de pakjes gered? Ja. Ja, de pakjes zijn gered. Ja. Mag een heel hartelijk welkom aan Sinterklaas. Geef Sint een geweldig applaus. Welkom in Nijmegen. Hierbij verleen ik als burgemeester van deze mooie stad aan Sint-Nicolaas en zijn Pieten vergunning om vanaf vandaag tot en met 5 december over de straten en daken te lopen. Dit is de vergunning, Sinterklaas. Fantastisch dat je hier bent.
We maken er een hele mooie tijd van tot en met 5 december. Alsjeblieft. De Sint is in Nijmegen aangekomen. Het is hartstikke druk. De Pieten zijn er en we hebben toestemming gekregen om onze schoen te zetten. Ik heb er zin in en wij gaan nog even lekker feesten met de Pieten en Sinterklaas. Pieten, zijn jullie ongeveer er klaar voor? Ook hier?